Breda Nu. Je weet het meteen. Het is weer tijd voor een nieuwe Vraag op straat. Deze week gingen wij de straat op met de vraag: wie denk jij dat het WK voetbal gaat winnen? Wie denkt u dat er gaat winnen met het WK voetbal? Ik denk en ik hoop Barcelona of Spanje. Spaans voetbal. En tegen wie zullen zij in de finale staan volgens u? Ik weet niet hoe de opbouw is van de pools, maar ik hoop Duitsland of Frankrijk tegen Spanje. Geen idee, België. En gaat u het WK voetbal kijken? Niet zo intensief als dat ik dat deed met Oranje. En wie denkt u dat er gaat winnen? Ik heb geen idee, ik kijk nooit. Als Nederland meedoet vind ik het leuk, maar nee, geen idee. O jezus, ik volg dat niet. Wie? Denk jij dat Nederland gaat winnen? Nee. Aangezien vorig jaar was het niet zo best, of weet ik niet wanneer het de vorige keer. Dus ik denk het niet. Ja, Nederland doet ook niet mee. Nee. Ik geloof je helemaal. Wel hier, hè. Rode duivels. Tegen wie moeten ze in de finale? Brazilië. Denk ik. En gaat u het in België kijken in een gezellig cafeetje? Nee, thuis. Dan moet ik natuurlijk wel een land kiezen wat gewoon meedoet. België. Ja, en waarom België? Omdat ik voor België ben. En wie denkt u dat er tweede en derde dan wordt? Er wordt natuurlijk gematcht, fixed. Italië wordt tweede en Brazilië derde. Oké. En waar gaat u het kijken? Gewoon gezellig thuis op de bank? In Italië. In Italië? U gaat lekker op vakantie? Ja, op vakantie. Ik hoop Marokko, maar ik denk dat Argentinië gaat winnen. En ga je het WK voetbal ook nog ergens kijken? Ja, gewoon thuis. En wie denk je dat er tweede of derde gaat worden? Tweede of derde denk dan Brazilië of Frankrijk. Even nadenken, op België. Ja? En tegen wie moeten zij in de finale, denkt u? Tegen Spanje. En gaat u het thuis lekker kijken op de bank? Ja, ik ga lekker kijken. Alleen het enige jammer vind ik dat Nederland niet meedoet. Breda Nu. Je weet het meteen.